Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van De Mousketier. Mijn naam is Michael en in deze aflevering staan we in de keuken. Niet in de moestuin of in de kas, maar ik heb een tip voor jullie met betrekking tot de mensen die eventueel net als mij aardappeltjes hebben gepoot en inmiddels al gerooid en daar een aantal kilo aan beschadigde aardappeltjes tussen hebben. Hoe kun je die dan op een bepaalde manier voor langere termijn bewaren? Dat ga ik jullie vandaag vertellen. Nou, allereerst even wat je nodig hebt. Je hebt een snelkookpan nodig. Je hebt een pot nodig, waar ze in kunnen natuurlijk, met een onbeschadigde deksel. Dat is heel belangrijk, zodat er geen bacteriën naar binnen kunnen komen en dat die goed afsluit. Je hebt natuurlijk aardappeltjes nodig, een schilmesje, zout en eventueel kruiden zoals een takje rozemarijn of tijm. Nou, wat is eigenlijk de bedoeling? Wat je kan doen namelijk met deze aardappeltjes. Hè, het ligt er natuurlijk aan, een beetje aan je gezinssamenstelling, maar wij zijn maar met z'n tweetjes. En dit jaar hebben veel aardappeltjes verraad. Dat is niet zo heel erg. Alleen betekent dat je die natuurlijk niet langer kunt bewaren. En heb jij nou een gezin met meerdere mensen en gaat het maar om 1 kilo, dan zijn die aardappeltjes zo op en kun je ze meteen opgebruiken natuurlijk. Heb je er wat meer dan verwacht en wil je ze toch op een langere termijn bewaren en niet kwijtraken, dan is dit misschien een goede tip. Nou, allereerst nog even over de groene aardappeltjes. Ik heb hier als voorbeeld eentje die net iets te groen is. Is die helemaal groen of bijna helemaal groen, dan zou ik hem niet gebruiken. Maar heeft hij gewoon een groen plekje of alleen de bovenkant groen, dan kun je hem wel gebruiken, zolang je maar goed grondig dat gedeelte wegsnijdt. Dat is ook waar je dan mee begint. Hè. Je schilt de aardappeltjes en maakt ze ongeveer in gelijke stukken. Je kunt ze vrijwel, als het allemaal kleintjes zijn, heel laten. Maar zijn het nou een aantal grotere, dan zou ik ze in gelijke stukken snijden. En dan spoel je ze als eerste eventjes af. Gewoon onder de koude kraan. Eventjes afspoelen om eventueel vuil en zetmeel alvast een beetje eruit te halen. En dan kom je bij de tweede stap en dat is het koken van de aardappels. Dat kun je achterwege laten. Alleen wat je dan vaak ziet is op het moment dat je dan de pot vult met aardappels en je kookt ze niet van tevoren, dan wordt het water een beetje troebelig en dan ziet het er wat minder appetijtelijk uit. Ik heb ervoor gekozen om ze 3 minuten te koken, dus in de pan tot de kook laten komen, 2-3 minuutjes en dan afgieten. Dat is eigenlijk voldoende om dat zetmeel eruit te halen. Maar je kunt er ook voor kiezen om ze 10 minuten te koken. Wat is nou het verschil tussen 3 en 10 minuten? Het is eigenlijk gewoon puur hoe je ze straks gaat gebruiken. Na 10 minuten zijn ze eigenlijk al zo wat gaar en kun je ze meteen vrijwel meteen opwarmen en gebruiken. 3 minuten moet je ze toch nog even wat langer koken in het gerecht waar je ze gaat gebruiken. Oké. Nou, je hebt ze dus gekookt. Wat doe je dan? Dan ga je de potten vullen. En die vul je, dan zorg je ervoor dat de aardappels niet te dicht bij de rand komen. Dus ongeveer 2-3 centimeter eronder. En je zorgt er ook voor dat je eventueel het water, dat net iets hoger staat dan de aardappel zelf. Ik heb gekozen voor gekookt water. Dus ik heb water eerst gekookt en daarna afgevuld met gekookt water. Een heel klein beetje zout erin en een takje rozemarijn. Nou, het zout, dat is een beetje afhankelijk van hoe groot dat je pot is. Heb je een hele grote pot, dan zou ik een theelepeltje zout doen. Dit was een half theelepeltje zout. En heb je nog kleiner potje, dan zou ik iets minder zout doen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje naar smaak. Let er bij het zout wel op dat of zeezout of Himalaya zout is. Om ervoor te zorgen dat daar geen andere dingetjes in zitten. En dat is eigenlijk het best geschikt om ze zo onder druk te bewaren. Wat doe je dan? Nou, dan ligt het een beetje aan welke snelkookpan dat je hebt. In principe draai je natuurlijk die snelkookpan open. Als ik het... zo. En in die snelkookpan zet je dan de potten. Ik heb hier eigenlijk al eentje die af is. Die zet je er dan in met ongeveer 2-3 centimeter aan water. Ook hier is het belangrijk dat je even kijkt op de instructies van jouw eigen snelkookpan. Ik heb bijvoorbeeld geen metertje erop zitten. Maar over het algemeen is het tussen de 10 en de 15 pond aan druk. Mocht je er wel een metertje op hebben zitten. Wat ik doe is, ik heb hier een gewichtje. Ik zorg er eerst voor dat ik ze op middelvuur zet.
en dat er een continu stroompje aan stoom uitkomt. Dat laat ik een paar minuten lopen en dan vervolgens doe ik het gewichtje erop, zodat die langzaam de druk gaat opbouwen. Nou, zodra dat die op druk is, heb ik hem 90 minuten gekookt, maar over het algemeen is 40 minuten eigenlijk voldoende. Ik heb er voor de zekerheid gewoon voor 90 minuutjes gekozen, om er zeker van te zijn dat er geen bacteriën of iets nog actief was. En ja, dan is het belangrijk dat je goed oplet en niet te snel die deksel eraf wilt halen, want het staat natuurlijk onder druk en onder stoom en dat is hartstikke heet. Dus geef het gewoon de tijd. Na die 90 minuten zet het vuur uit. Wacht gewoon rustig af dat het helemaal is afgekoeld en dat er geen stoom meer uitkomt. En dan vervolgens heb je eigenlijk dit als eindresultaat. Nou, dat kun je toch wel zeker een jaar bewaren. Ik heb hem al geproefd. Gisteren heb ik daar stamppot mee gemaakt met wat snijboontjes uit de tuin. Ja, en dat was heerlijk. Dus het is zeker een aanrader. En zo zorg je ervoor dat op het moment dat je niet al die beschadigde aardappeltjes in één keer of snel kan opeten, dat je niks hoeft weg te gooien, maar dat je ze eigenlijk op de plank kan bewaren en voor langere tijd kan opslaan. Nou, ik hoop dat je wat aan die tip gehad hebt. Ik zal in de beschrijving nog meer instructies en informatie zetten over welke stappen dat je het beste kunt doen. En dan hoop ik dat jij de volgende keer weer wilt kijken naar een nieuwe aflevering van De Mousketier. Ik zou zeggen heel veel succes en tot de volgende keer. Doeg!